kanshebbers. De nieuwelingen rijden 40 minuten en 1 ronde op dit zeer gevarieerde, maar verraderlijk zware parcours. Werner de Keuster uit Eindhoven is de eerste aanvaller. De Keuster een van de favorieten. Hij rijdt soepel en sterk. Heel ontspannen ook. Kortom, hij maakt een zeer goede indruk. Aanvankelijk was de Limburgse zegenkoning Bart Blomme met hem mee, maar die moest hem al snel laten gaan. Bart Blomme hier in beeld. Daarna komt er een duo aan met Dennis Schrijvers en Raf Verhoeven. En dan een groepje wat verderop. Een groepje dat wordt aangevoerd door Jurgen de Klerk voor Koen Beekmans, Bart Theus en Bart van der Aarde, de jongste van Erik, de jongste broer, wel te verstaan. Werner de Keuster wordt kampioen na een indrukwekkende solotocht. Zilver en brons gaan naar Bart Blomme en Raf Verhoeven. Heel wat meer volk bij de juniores, waar ze met liefst 68 aan het karwei begonnen. Een karwei van 50 minuten en 1 ronde. We bekijken de posities bij het begin van de tweede ronde in de weide. Chris Engels leidt daar voor Geert Veldmans, Erik Torfs, Erwin Vervekke, Peter Willemsens, Peter de Mare, Dave Clarisse, Gerry Werks en Tom Pijnaert. Aanval Gerry Werks. Hij heeft hier een goede 5 seconden voorsprong bij die stekelige beklimming daar op Meirhagen. De juniores wereldkampioen mountainbike is dat. Willemsens en titelverdediger Rossel die voortijdig zal afstappen. Daarna komen Pijnaert, Engels, Vervekke die net gevallen is, Clarisse, Torfs en tenslotte Veldmans. Bij het ingaan van de laatste ronde komt Vervekke aansluiten bij Werks. Gaan we naar een sprint om de nationale titel? Nee, die spurt komt er niet. Gerry Werks schreeuwt zijn vreugde uit om zijn eerste driekleurige trui. Hij wint voor Pijnaert en Meirhagen. Vervekke is letterlijk teruggevallen naar de vierde plaats. Gerry Werks is de broer van wielerkampioene Christel. En dan zijn er nog de veteranen en cyclosportieven, waar we een duel kregen tussen Erik de Bruyne en Jozef Peters. De derde plaats gaat naar deze Rafael Brakeveld. Favoriet Mark Leenaerts speelt niet mee voor de titel, dat wordt snel duidelijk. Die titel gaat naar Jozef Peters, terwijl Erik de Bruyne zijn kansen niet voluit kon verdedigen door een lekke band in de allerlaatste kilometer. Voor Erik de Bruyne was dit de laatste cross uit zijn carrière.